Meneer, het gaat goed in Nederland, als ik de verhalen mag geloven. Het gaat heel goed in Nederland. We moeten in ieder geval optimistisch zijn, ja. Toch? Ja. Als ik de cijfers van de CBS zo lees, dan trekt de economie aan, kopen we weer huizen, zitten we niet zo lang meer in de WW, sommige groepen dan. Wat merkt u er zelf van het aantrekken van de economie? Ik denk dat mensen iets meer gewild zijn om weer te kopen. Dat de koopkracht daardoor naar boven gaat, vooruit gaat. Nou, ik denk wel dat dat zo is. Maar merkt u dat als ondernemer ook, dat die economie aantrekt? Of zegt u van, oh, dat kan nog wel even beter? Nou, ik zie in ieder geval optimisme bij de klanten. Dus ik denk dat daar wel iets in zit. Ja, zeker wel. Ik vind dat de ouderen hier in dit land toch nog wel wat onderdrukt worden. Ja. In wat voor opzichten? Nou, qua werk is zo. Merk ik gewoon dat er gewoon veel meer mensen die ouderen boven de 50 zijn, dat die gewoon veel minder aangenomen worden, onderdrukt worden. Dat merk je gewoon. Je wordt, als je in de bijstand zit, dan word je dus opgeroepen in een vakantiekracht. En dan heb je nog eens een keer kans om even wat in te vullen in een vakantie. Ja. En verder voor de rest kunnen ze het hele jaar niet meer vinden. Eerst zien meer en dan geloven, zeg maar. Maar het zou mooi wezen als het er weer een beetje aantrekt. Ja. Maar u zelf merkt daar nog niet zoveel van? Of? Nou, nee, niet echt. Nee. Het gaat goed, hè, in Nederland? Ik weet het niet. Gaat het goed in Nederland? Nou, als ik de cijfers van de CBS mag geloven, dan trekt de koopkracht aan. Er worden meer huizen verkocht. Mensen zitten korter in de WW. Ja, korte WW dan, langer niet, maar... Merk je er zelf ook wat van? Nou, ik merk er zelf niet zo heel veel van, nee. Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij de ouderen volgens mij ook niet. De arbeiders en de ouderen die merken daar niet zo heel veel van. Nee. Maar toch wordt het zo gepresenteerd, hè? Of is dat ook een trucje? Volgens mij is het altijd al dat toestand op televisie, dat is allemaal trucjes. Ze proberen allemaal hun dingetjes mooi te brengen. Maar in feite... Want cijfers zijn belangrijk, hè, denk ik wel eens. Ja. Maar dat is maar net hoe ze die cijfers gaan bekijken, hè, en hoe ze gaan berekenen, op wat voor manier. Ja, het gaat goed in Nederland, ja. Ze zeggen dat het beter gaat, ja. Dat bedoel ik. Als ik CBS mag geloven, dan hebben we weer vertrouwen in de economie. Geldt dat voor u ook? Ja, die cijfers, ik weet niet wat ik er allemaal mee aan moet, maar... Het is wel zo, ook dat de werkloosheidscijfers een beetje wat gunstiger zijn. Dus ik denk dat je het in het Westen meer merkt dan hier. Ja, toch wel. Hè? Ja, ja. Ja. Wij hebben er geen last van. Wat van die mooie berichtjes zijn dat de korte werkloosheid is korter, maar de mensen die wat ouder zijn, die zitten langer. Ja, dat maakt het per saldo niet zoveel uit, hè? Nee, daar helemaal eens. Helemaal eens, ja. Ik heb wel eens het idee dat we de cijfers soms ook wel eens een beetje mooier maken als het is. Ja, ze worden wel eens een beetje wat opgekleurd wat dat betreft. En dat is de media, maar dat is in alles eigenlijk zo dat de media op die manier een beetje meer fungeert dan vroeger dat het echt was. Je moet er soms 30-40% afdoen. Ja, ietsje met de korrel zout nemen. Ja, helemaal eens.